Beste Surinamers, het is vandaag 21 september 2021. De afgelopen weken hebt u zelf ook ervaren, hebben wij met z'n allen ervaren, dat de COVID-situatie in Suriname aan het verslechteren is. Met name zien we een fikse toename van besmettingen. We zien een vrij hoog besmettingspercentage en we zien dat een aantal personen in grote gezondheidsproblemen komen en opgenomen moeten worden. We proberen vanuit het ministerie van Volksgezondheid uiteraard met de nodige actoren in het zorgveld, dan praat ik over de ziekenhuizen, de instellingen, maar ook onze zorgwerkers, al het nodige te doen om de COVID-besmette personen de beste zorg te bieden. En dat gaat zeker niet zonder slagen of stoten. We hebben een hele grote uitdaging als overheid, maar ook als samenleving. Namelijk onze human resource capaciteit in de zorg, die heeft enorm te verduren. Behalve een tekort aan verpleegkundigen, een tekort aan artsen en andere ondersteunende diensten in de medische zorg, krijgen wij ook in het zorgveld last en hebben ook te maken met COVID-besmettingen op de werkvloer in de ziekeninstellingen. En u begrijpt dat het moment dat er besmettingen zijn op de werkvloer, andere mensen, andere personeelsleden uiteraard ook in quarantaine gaan. En dat verlamt weer die afdeling en dan kan je helaas de afdeling niet openen en moet je gaan sluiten. We proberen dit risico zo klein mogelijk te houden. Maar er is een noodkreet. En als minister van Volksgezondheid wil ik deze noodkreet vandaag wel uiten. Behalve dat wij met z'n allen een bijdrage moeten leveren om besmettingen tegen te gaan, dat wil zeggen uw Mohana-maatregelen, het vaccineren, maar ook het niet meewerken en ook geen deel willen zijn van samenkomsten of feesten of parties zoals we die kennen, is het ook belangrijk dat we vandaag de aandacht schenken aan onze zorgwerkers. En ik wil van deze plaats uit allereerst alle zorgwerkers, niet alleen in de COVID-zorg, maar ook in de vaccinatie, in onze vaccinatiecampagne, van harte bedanken voor de inzet, de energie, de moeite en inspanning die gepleegd wordt om de COVID-zorg te blijven garanderen voor onze Surinaamse samenleving. Grand tangi. En die noodkreet krijg ik ook elke dag hier op het ministerie. Er wordt gevraagd vanuit de instellingen naar steeds meer personeelsleden, steeds meer mensen die een bijdrage kunnen leveren aan die COVID-zorg. En ik neem het op mij als verantwoordelijke minister van de Gezondheid dat ik een oproep doe, een landelijke, nationale oproep aan elke zorgwerker in Suriname. Van verpleegkundige, ziekenverzorgende tot arts. Als u ingezet wenst te worden in de COVID-strijd, als u dan graag contact kunt opnemen met het ministerie van Volksgezondheid om samen met u van gedachten te wisselen over uw inzet in de COVID-zorg. Het ministerie is bereid om met u van gedachten te wisselen en te kijken naar uw wensen om ingezet te worden in die zorg. Ik roep op alle huisartsen die te midden van de drukke huisartsenpraktijken nog een beetje tijd hebben om een beetje te superviseren in die zorg. Maakt u contact met het ministerie. Maakt u contact met ons. En wij zullen kijken met uw drukschema waar we u nog wensen in te zetten. Ook verpleegkundigen, studenten, medische studenten, maak contact op met het ministerie. Neem contact op met het ministerie. Laten we kijken hoe wij samen deze strijd verder moeten gaan aanbinden. Mensen worden ook moe. Zorgwerkers raken ook uitgeput. We moeten voorkomen dat wij de opening en de gap die zal ontstaan bij het uitvallen van zorgwerkers
hoe we die zo klein mogelijk moeten houden en hoe we de inzet van zorgwerkers op de verschillende afdelingen zo effectief mogelijk moeten maken. Ik open de deur en ik roep op tot een gezamenlijke inspanning om de strijd tegen COVID-19 te gaan winnen. Dank u wel.